las een column vandaag van Hugo Borst. Die had het trouwens ook nog over jullie. Over jouw geslachtsdeel en over frikandellen die jij eet met bladgoud. Ja. Maar ja... Wat was jullie die zijn lekker, hoor. Die zijn lekker. Ja? Frikandellen. Maar wat dacht jullie toen je die column las? Want Hugo kan niet aan tafel bij ons, begrijp ik. Die wil niet, maar... Nee, hij wil wel. Hij moet niet meer geld hebben. Ja. Dan komt hij. Anders niet. Ja. Nee, maar dat is altijd makkelijk. Weet je, een kolompje schrijven aan je bureau in de ochtend lekker. Of avond, gisteravond waarschijnlijk al geschreven lekker. Ja. En dat is makkelijk, toch? Ja, en dan roepen. Maar aan tafel komen. Hij wilde graag aan tafel, inderdaad. Maar ik had hem ook graag hier willen zien vanavond, hoor. Ja? Dat is leuk, want dan kan je ook kan je wat counteren, toch? Kan je wat dingen terugzeggen. Maar hij is wel een ster erin om dat in zijn kolom te doen. Een klein beetje, een beetje gefrustreerde man is het. Weet je wat hij een keer moet doen? Als hij mij lulde, dan kan ik een keer lekker neuken. Ja, heel simpel. Dat frustreert me. Ik ben er blij dat ik gekomen ben vandaag. Ja. Zo wil jij hem lenen. Maar hoe weet hij dat? Ik zou gewoon, het is helemaal niet waar, hè? Nee? Nee, het is gewoon normaal. Nou, in het boek staat 21 centimeter. Dat is niet waar, dus. Ja, slapper, ja. Nee, dat is gekkigheid, joh. Nee, ik weet niet hoe die daarbij komt. Ik heb niet tegen hem gezegd van ik heb een hele grote lul. Het is raar toch dat hij dat zegt. Nou, Gerard Joling begon er ook steeds over bij Sterren Springen. Die had het ook steeds over. Ja. Die keek mij dat ding uit de broek. Ja.